start voor Marco de Lang. Aan de binnenkant de 15 van Lambert Veldman. Plop Veldman. Dat zijn de eerste twee. En ik zie daar Brian de Graaf in het geel. Die duikt daarna die derde, vierde positie. Rechterstuk. Je ziet dat hij naar de vierde, naar de tweede. Oh, Brian heeft wat pk'tjes kunnen vinden in die machine van hem. Maar hij duikt in één keer naar die tweede positie. Wie zit daar op top? Dat is de 197 van Roberto Kopp. Van de Graaf, van Bergen, Veldman, Kink. En is het Wouters en De Lang. Zijn de heren die laatste hier rondgaan. Maar we kijken daar of het Brian de Graaf dichterbij kan komen aan Roberto Slot. En daar gaat er wat niet goed. En dat is meneer Zand. Ron Zandbergen maakt in één keer heel weinig snelheid. En eens kijken of de machine kapot is. Of heeft hij gewoon een schakelfoutje gemaakt. We zien dat Brian de Graaf van dichterbij komt bij Roberto Slot. Hier is er op de derde plaats. Dan is het Veldman. Ook een positie verloren. En we zien dat Zandbergen blijft kijken. Maar hij kan het veel meer volgen. Wouters gaat het voorbij, achtervolgens door Marco de Lang. En aan de overkant zien we dat de groene machine van Klaas Kin zijn best doet om dichterbij te komen bij de gele machine van Brian de Graaf. Terwijl Roberto Slot in het rood nog steeds alle zeilen bij moet zetten. Met nog één minuut te gaan. Slot, de Graaf, Kin. En dan een beetje op een eenzame vierde positie. Is het Lambert Veldman, dan is het Zandbergen. Blijkbaar nog een plekje boven is. Dan Marcel Wouters. En als laatste komt daar Marco de Lang. Inmiddels de laatste ronde. Het lijkt erop dat Roberto Slot de volle punten kan pakken in deze eerste mars. Of is het nog Brian de Graaf die nog wat mee kan? Nee, dan. Het is Slot voor de Graaf. En een mooie derde plaats voor de laatste. Veldman en Slot, naast elkaar, maar ook Brian de Graaf, en Slot. De Graaf en Slot daar vlak bij elkaar, Veldman duikt daar tussendoor en dan is het ook Klaas Kind op de groene machine. Veldman gaat naar twee. Veldman gaat naar twee ten koste van Brian de Graaf. Aan de kop is het weer Roberto Slot uit Noordwolde, die gelijk van Kind weggaat. Maar Veldman een veel betere start nu als in de eerste mars. Dus Veldman op twee, Brian de Graaf in de maar dat gevecht op die tweede positie is inmiddels in het voordeel uitgevallen van Brian de Graaf. Maar het is Klaas Kind die daar weer aansluiting heeft. Ja, en dat is het Veldman. Waar hebben we meneer Veldman? Die staat daar in de bocht. Helaas een uitval voor meneer Veldman. En dat was erg jammer. Dat er goed bij. Maar we kijken hoe. Rotterdam en dan op 5. En dan kunnen we in ieder geval een kruis noteren voor meneer Veldman. Helaas uit de vallen. Maar het is Klaas Kind die de aanval heeft genomen tot Brian de Graaf. Klaas Kind en Brian de Graaf in weg op die tweede positie met nog 1. Ik zei het nu al, Klaas Kind gaat in de aanval en is er voorbij. Maar kan hij dat houden ten koste van Brian de Graaf? Dat is het gevecht op die derde positie. Met problemen zijn Molder en Klaas Kind nog steeds van Kabout. We zijn in de laatste bocht. En het is Roberto Slot die hem wel moet heel houden. Oftewel eraf halen, want hoe kost hij dat? Zit daar vlak bij Veldman op twee. Zandbergen en de groene machine van Klaas Kind. Alle favorieten zitten weer bij elkaar. Eens kijken of Veldman nu aan kan pikken. En de motor niet onderuit trekt, zodat hij dat binnen is. Het is in ieder geval weer Roberto Slot die de eerste klap maakt. Met nummer 100. De derde positie veld sluit aan, dan te lang en Pascal Wouters als allerlaatste. Slot, zoals het er nu uitziet, is Slot weer weg. De Graaf.
Brian de Graaf op de gele machine in de achtervolging. Klaas Schin uit Staphorst die de band doet om dichterbij. Brian de Graaf. Met zijn machine, ja, dan moet je dat natuurlijk doen. We zullen hopen dat het beter gaat. Er is Klaas Schin in de aanval. Klaas Schin in de aanval op die tweede positie in de einduitslag. De heren hebben evenveel punten. Het gaat daar echt om plaats 2 en 3. Brian de Graaf nog steeds voor Klaas Schin, terwijl Roberto Slotter Noord-Holde. Maar het is de binnenkant goed afdekt, zodat Klaas Schin niet geen gebruik kan maken van een gaatje. Als hij komt ernaast, Klaas Schin komt ernaast, maar niet ver genoeg. Is het Brian de Graaf die de deur dicht houdt, of kan dicht houden, of moet hij hem toch nog wat openzetten dat Klaas Schin langer komt? En de eerste plaats is het duidelijk. Driemaal in. Is het Klaas Schin?